Een tijdje geleden kwam ik deze video tegen waarin een aantal gasten de slechtste ideeën ooit gingen pitchen aan andere YouTubers. Dus heb ik besloten om hetzelfde te gaan doen bij bekende Nederlanders. En ik kan je vertellen, dat is vrij ongemakkelijk. Het leek mij leuk als de winnaar Bibi een jaar lang mag lenen van jou. Mag lenen? Ja. Het heet The Next Najib en de afvallers die moeten weer terug naar Marokko. Ik vind het gewoon echt nog steeds een goed idee. Eerlijk gezegd zie ik het me niet doen. Oké. Okay. Wat ontzettend grappig kan zijn. Merry Christmas! Ik kijk er nu al tegenop. Ik heb wat ideeën bedacht die heel slecht zijn, maar niet zo slecht dat het ongeloofwaardig is. Want dan zegt iemand, ja, het is goed met jou, je bent me in de maling aan het nemen. Dus het moet een idee zijn die een soort van semi-slecht is. Snap je wat ik bedoel? Nou, jullie komen er zo achter, maar tot die tijd, mensen, het is nog steeds Kalsemmer, de maand waarin ik elke dag upload, zolang jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. Vandaag is dat aantal... Dus like de video, dan komt er morgen weer een nieuwe. En wil je nou deze paprika hoodie winnen? Dat kan door even je Instagram achter te laten in de reacties en mij te volgen op Insta. En dan maak je kans. Elke dag geef ik er één weg. Veel plezier met het kijken van de video. Het is tering awkward. Hey! Hey! Dit is Dennis Wening. Je kent hem wel. Die presentator van tv-programma's zoals Expeditie Robinson en Tattoo Disasters. Samen met hem zat ik in The Big Escape, waar hij me een soort van genaaid heeft. Dus ja, tijd om hem even terug te pakken. Ik ben voor volgend jaar een beetje aan het kijken wat vette series zijn voor op mijn kanaal. Ik heb iets bedacht en daar pas jij volgens mij perfect bij. Het is wel een beetje op de Calvijn manier, het is wel een beetje raar. Maar ik vind jou ook wel een beetje rare snuiter, dus dat past wel volgens mij. Ja, dat is... Jij bent nu uit beeld bij Robinson. Ja. En mij lijkt het vet om een serie te maken, dat we daar naartoe gaan met z'n tweeën. En dat we dan op onze eigen manier, terwijl Robinson daar gefilmd wordt, tegelijkertijd een soort van achter de schermen maken van 6 afleveringen waarin je ziet hoe het er echt aan toe gaat. Oh, dan echt op het eiland zelf bedoel je? Ja. Oh, oké. Okay. Dit komt vanuit jou zelf? Ja. Oké. Okay. Ik denk dat je dat wel eerst met RTL moet bespreken of zij dat willen... Nee, we gaan het gewoon doen. En als we er dan precies tegelijkertijd met Robinson op mijn kanaal uitzenden, dat ze dan op mijn kanaal ons perspectief ervan zien. Ik ga je nu vertellen dat het heel lastig wordt, want ze hebben natuurlijk beveiliging daar. Ja, maar dat... Ja, oké. Okay. En als je het ongevraagd gaat doen, dan gaan ze er niet zo blij mee zijn. Oké, okay, maar... Ja, oké. Okay. Ik had nog een ander idee. Jij doet toch die show met die tatoeages en zo? Ja. Ik ben ook een programma aan het maken waarin ik elke aflevering met iemand die een bepaald programma maakt, dat we hem omdraaien. Dus bijvoorbeeld als Gordon Hotter My Daughter maakt of zo. Ja. Dat we zijn moeder erbij pakken. Dat we dat dan gaan kijken hoe hij zich in die setting zou gedragen. En toen dacht ik, het is denk ik geniaal als we voor jou een aflevering maken waarin jij bijvoorbeeld je hele gezicht laat tatoeëren. En dan... Ja, gewoon even, het wordt gewoon inzet. Nee, 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 dat we echt jou meenemen naar die tattoo shop, dat je helemaal gewoon je halve gezicht tatoeage. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, goed idee. Oké, okay, nou, dan gaan we dat doen. Ja, dat denk je zo opgegeven. Nee, dat vind ik geen goed idee. Niet mijn hoofd. Oh. Ik heb nog een gekke dingen gedaan, maar... Nee, ik ben een filmpje aan het maken waarin ik de allerslechtste ideeën ooit aan BN'ers pitch. Jezus. Ik denk, hij belde even echt gewoon een leuk idee. Hey! Hey! Deze prachtige Nicolette Kluiver kennen we natuurlijk als presentatrice van Expeditie Robinson of van haar nieuwe serie op Videoland Dierenpret met Nicolette. Ik heb echt een kut idee bedacht. Ik wilde even één idee aan je voorleggen. Misschien vind jij het vet om eraan mee te werken. Ik ga een eilandshow maken à la Expeditie Robinson. Ik zou heel graag als een soort duo daarin werken, alsof we dat samen gemaakt hebben. Ik heb dat plan nu ingediend bij een partij en die zijn er heel enthousiast over. Het grote verschil is, op Robinson heb je natuurlijk deelnemers bekend of onbekend. In deze editie gaan we het op mijn kanaal doen en de deelnemers zijn 20 naakte vrouwen. En die gaan 8 weken lang tegen elkaar strijden. En degene die als laatste overblijft, die wint. Is echt? Ja. Wat cool. Maar waarom zijn ze naakt? Ja, ik dacht dat vinden mensen vet om naar te kijken. Ja. Dus, ja. Dus wat vind je ervan? Adam, zoekt even werkt als een tiet. Ik denk alleen dat je melk wel moet kunnen verkopen waarom ze bloot zijn. Ja, omdat het gewoon kijkers scoort, dacht ik. Ja. Ik weet niet of ik je nou serieus moet nemen. Ja, ja, ik ben bloedserieus. Ja, ik dacht, hoe kunnen we in 2021 nou echt iets maken waar iedereen het over gaat hebben? En toen kwam ik met dit plan. Ik denk dat ik hier toestemming voor moet vragen bij RTL. Ja, nou, stel dat zij zeggen het mag, zou je het dan doen? Het ligt eraan hoe zij bloot in beeld worden gebracht. Het moet niet pornografisch zijn, denk ik. Maar het is jouw idee. Ja, ik dacht gewoon wel sexy in beeld. Ja? Jij wel kleren aan. En ik ook. Nou, dat staat nog ter discussie. Nee, rot op. Nee, ik loop iets te oud worden. Ik ben een video aan het maken die heet de kutste ideeën ooit pitchen aan BN'ers.
Nee, ik hoop dat het nooit gemaakt wordt. Ik probeerde je niet af te branden, maar jouw hoofd was echt priceless. Yo. Nick en Simon, wie kent ze niet? Bekend van hun muziek en tv en kersthits en Volendam en hun hitje Rosanne. Ik weet dat het dan te veel kills zijn. Huts. En laat ik daar nou net een briljant idee op hebben bedacht. Ik dacht, we kunnen deze ook even anders aanpakken. Yo. Ik ben een filmpje aan het maken die heet De slechtste ideeën ooit pitchen aan BN'ers. Het is misschien wel grappig als jij even doet alsof je het eigenlijk best wel een goed idee vindt. En dan Nick dan denkt, wacht even, wat? Dat vind ik super grappig. Ja, ik wilde even een idee tegen jullie aanhouden. Als je aan mensen vraagt van noem een paar liedjes op van Nick en Simon, dan zeggen ze natuurlijk waarschijnlijk Rosanne. En als ik dan een beetje om me heen kijk in Amerika en zo, dan zie ik daar ook heel veel hits die best wel gebaseerd zijn op vrouwennamen. Toen dacht ik, wat als wij met z'n drieën een album maken en dat alle liedjes zijn vrouwennamen? En dan zijn we een trio. Ja, en dan maken we gewoon 10 liedjes. En dan dacht ik, er moeten sowieso een paar hits tussen zitten. We hebben ooit Julia gehad als een liedje. En die hebben wij in 100 zoveel versies uitgebracht. Daarmee staan we zelfs in Guinness Book of Records. Dat liedjes met vrouwennamen, dat kleeft wel een beetje aan ons. Ja. En we hebben in het verleden al eens met elkaar gesproken van moeten we niet samen iets? En ik zit even hard op te denken hoor. Maar dit wil je echt helemaal all the way als album gaan aanpakken. Dit is niet even een grappig project voor YouTube dit. Nee. Oké. Ik vind het in de basis wel heel grappig dit. Ik vind namelijk ook, het is een coronajaar waar wij toch niet spelen. We kunnen ons best wat uitstapjes toe-eigenen. Ja, en dan zou ik juist allemaal van die internationale namen doen. Dan heb je dat ook meteen getackled. Ik vind het een heel cool idee. In eerste instantie erg leuk. Het is inderdaad wel zo, omdat wij nu net een album gaan we nu morgen uitbrengen. Dus daar zit mijn hoofd even. Stel dat dat album niet zou uitkomen morgen. Zou je dan zeggen, oké, fuck it, gaan we meteen doen? Ja, goed. Waarom? Ja, man. Waarom niet? Tuurlijk. Ja, ik zit al te denken, wat wordt dan de bandnaam? Cynica of zo. Best vet. Klinkt Cynica. Ook nog, hè? Ja, misschien kunnen jullie het even met je label of zo bespreken. Nee joh, dit doen we gewoon. Gaan we doen. Heb ze helemaal niks over te zeggen. Oh, top. Nou, dan hebben we een deal. Jij zit ook niet aan de label vast, toch? Nee, ik zit ook niet aan de label vast. We kunnen dit gewoon meteen morgen gaan doen. Nee, ja, Nick, vond je dit echt een goed idee, of niet? Waarom niet? Oh, ik herken dit. Gaan jullie twee. Nee, maar jij hangt wel nu, want we gaan het wel gaan doen. Oh, ja, man. Kut. Ja, ik vind het gewoon echt nog steeds een goed idee. Dus ja, sorry. Hey. Dit is Najib Amali. Je weet wel, die cabaretier die bekend staat om grapjes zoals... Ah, doe even een broodje! En... Ja, broodje, ja! De vraag is natuurlijk, vindt hij mijn idee ook grappig? Wat verdorie. Wat een energie. What an only. Ik heb een idee. Ik ben een programma aan het pitchen voor op een zender. Alleen, ik heb jou wel een beetje nodig voor dat programma. Dus ik heb het eigenlijk al een beetje gepitcht. Oké. Maar ik moet jou ook... Oké, kom maar op. Het heet The Next Najib. The Next Najib, ja. Want jij bent nu bijna 50, toch? Ongeveer? 49, man. Oh, okay. Waar heb je het over? Ja, nee, bijna 50. Als jij 50 wordt, leek me tof om te kijken, oké, misschien kunnen we op zoek naar de Next Najib. Op zoek naar een jongere met zeg maar Marokkaanse achtergrond. Ja. En die in een talentenjacht laten strijden van wie het grappigst is. En de afvallers, die moeten weer terug naar Marokko. En dat wordt gesponsord door Wilders? Nee. Je moet echt terug. Ja, ook al hebben ze gewoon paspoort of zo. Gewoon echt terug. Ja, ik zeg doen, goed idee. Ik heb al familieleden. Ja, niet mag, niet meer grappig zijn. Dan laat ik gewoon meedoen met jou. Wanneer beginnen we dan? Nou ja, ik zou zeggen kom naar Amsterdam en... Nou wacht, jij gaat op straat, jij gaat ze aanspreken. Ik blijf in de studio. Nee. Ben je normaal inkleed, meneer, of niet? Ja, tuurlijk. Jij kan dit gewoon spotten. Ik zit al 25 jaar in het vak, man. Ja, daarom. Ik kom net kijken. Patty Bart, ja, wat kan ik zeggen? Je kan herkennen van dit of dit. Dit was mijn jeugd. En natuurlijk dit. Patty heeft een kinderboek gemaakt over haar twee hondjes. En laat ik nou net een goed idee hebben hoe we dit kunnen promoten. Leuk hè? Ik heb hem hoor, hé. Hey. Ik had wel een leuk ideetje. Wat gaan we doen? Ik dacht, ik vind het best leuk om een soort van winactie te doen. Het leek mij leuk als dan de winnaar, Bibi, een jaar lang mag lenen van jou. Mag lenen? Ja. Bibi gaat helemaal niet mee, man. Oh.
En we mogen wel langskomen, we mogen wel de middag komen spelen. Ja, vond ik een beetje... Een beetje tuttig. Ik dacht wel echt iets groots doen. Dus als je dan een jaar lang Bibi mag adopteren... Die Bibi die is zo inkennig, die gaat dat echt niet doen. Nou, hij is een hond. Ik geef echt alles af, mijn linkerhand nog. Maar niet Bibi, als er wat gebeurt met dat beest, word ik gek. Verzin even iets anders dan dat ik afstand van hem moet doen. Ik loop je in de maling van hem. Ik word echt gek. Wat een lul ben jij. Ik begin er gewoon goed in te worden. Hoesje? Ja, fantastisch. Marieke Elsinga is bekend van natuurlijk Q Music en RTL Boulevard. En nog andere dingen. Maar ja, waarom zou ik dat allemaal uitleggen? Ik ga haar gewoon in de maling nemen. Word lachen. Hey, ik ben dus benieuwd waar jij mij voor wilt spreken. Ik ben bezig met een nieuwe show voor volgend jaar. Ja. Het is een show waarin ik andere mensen opdrachten moet geven. En degene die dat het beste uitvoert, die wint de aflevering. En elke aflevering is het een andere prijs. En daar is één aflevering. En ik dacht, die aflevering past best wel bij jou. Ik ga 5 vrouwen uitzoeken in de tv-wereld. Ja. En de challenge is, die vrouwen moeten op live tv hun, hun titel laten zien. En degene die dat het langste doet, die wint een borstvergroting. Een borstvergroting? Ja. Nou, jeetje, je dacht aan mij. Ja, ik heb je wel eens meegemaakt op een festival. Volgens mij hou je wel van een avontuur. Ja, nee, maar mijn borsten zijn groot genoeg en ik zou ook nooit mijn borsten laten zien op televisie. Dus aan mij heb je helaas helemaal het verkeerde. Ik denk dat het een behoorlijke uitdaging wordt om iemand te vinden, Koffijn. Nou, er zijn wel een aantal. Tanja Jesse wil het heel graag doen. Echt waar? Ja. Zo, daar heb je wel een topnaam mee. Zij is wel gewoon echt bekend en een top 5. Ja. Ja, nee, ik zou nooit mijn borsten laten zien. Had je gedacht dat ik dat zou doen dan? Ja, ik dacht, hoe kunnen we nou het tv-moment van het jaar creëren? Dat heb je verkeerd ingeschat. Dat past niet bij mij. En daarbij zit ik ook wel helemaal niet op mijn borstvergroting te wachten. Dat zou voor mij ook echt een absurde prijs zijn. Ja, borstverkleining kan ook natuurlijk, hè? Nee. God shaped me perfectly well. Ik ga er niet in snijden. Ja, ik loop ook te ouwe hoeren, Marieke. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben denk ik de meest verschrikkelijke video uit mijn leven aan het maken. Dit is voor video. Ja, natuurlijk. Ik ben een prachtig op in de auto te feesten. Nou, ja. Wat ontzettend grappig, Calvin. Calvinus. Hey. André Hazes junior. Ik hoef deze man niet eens te introduceren. Een heerlijke vent. Maar kan hij ook tegen een grapje? Ik ben benieuwd. Volgend jaar wil ik graag een aantal documentaire series maken. En het leek mij te gek om 1 documentaire serie met jou te maken. Ik dacht, misschien is het tof als we in het kader van bloed, zweet en tranen... als we een documentaire serie maken van 3 afleveringen. En in plaats van bloed, zweet en tranen heet het dan hoed, kleed en zwanen. En aflevering 1 gaat over hoeden. En in aflevering 2 duiken we de wereld in van kleden. En aflevering 3 duiken we in de wereld van zwanen. Hoed, kleed en zwanen? Ja. En als we dat samen dan die industrieën zeg maar gaan onderzoeken. Ik moet dit sowieso altijd overleggen, want ik heb media alleen achter mij, waar ik ook Mariel Lefstad alles mee maakte. Wat ja, maar wat vind je van het idee? Eerlijk gezegd zie ik het me niet doen. Oké. Ik dacht misschien kunnen we ook 1 docu maken en die noemen we dan Zij gelooft in prei. En dat we dan in de wereld duiken van prei. Ik heb het zo moeilijk dat je weer in de zij zit. Nee, kom je daar nou bij? Ja, ik dacht leef en dan maak ik het ook die heet zweef en dan duiken we in de wereld van zweefmolens. Dat leek me misschien ook tof. Jij bent knettergek hoor. Nee, ik loop te ouwe hoeren. Je bleef zelf beleefd. Ik zie het mezelf nog niet doen. Oké. Nee, ik heb verder echt helemaal niks. Dit valt in de categorie tijdverspilling, maar wel, ik heb je wel een beetje kunnen laten lachen. Ja, ik heb gelachen. Dankjewel. Dat is helemaal goed. Ho, ho, ho. Merry Christmas.